Welkom vanuit het Compeer Theater hier in Amsterdam, waar we de Reverse College Tour laten zien. Wat dat is? Drie studenten, één opdrachtgever, Frankwin van Beers. Een samenwerking tussen Hospitality en Amapolia. Mijn naam is Maart Wessels. We gaan beginnen. in Amsterdam, onderdeel van Amapolia, zijn we hier voor de Reverse College Tour. En wat is dat dan, die Reverse College Tour? Ja, dat is interessant. We hebben één ondernemer en die zit weliswaar op het podium, maar hij beantwoordt niet de vragen. Dat beantwoorden onze studenten en voor deze aflevering een waanzinnig panel. En daar kom ik zo meteen op terug. Maar eerst dan die ondernemer. Wat wil hij weten? Wie is het? En naast mij zit Frankwin van Beers. Frankwin, welkom. Goeiedag. Leuk om hier te zijn. Ja, mijn naam is Frank w. van Beers, uh, mede-eigenaar van uh, Building Leisure. Een organisatie die zich bezighoudt uh, om vooral leisurebedrijven te helpen met uh, ontwikkelingen, conceptontwikkelingen, realisatie en exploitatie. Dus vooral ook die samenhang daarin en daarbij uh, zorgen dat gewoon je echt een mooi product krijgt wat ook gewoon goed te runnen is door een ondernemer. Daarbij doen we ook nog een stukje interim management. En ja, ik loop inmiddels al uh, 25 jaar mee in dit mooie lesjevak. En een van jouw dingen die jij gedaan hebt, is uh, wild... Wildlands. Wildlands, het ja, in, in dierenpark Emmer. in Emmen. Die moest verhuizen. Die zat aan het einde van zijn levenscyclus, de oude dierentuin. En toen is er bepaald dat er een nieuwe dierentuin moest komen. En daar hebben wij een gethematiseerde. Dierenpark gebouwd. Dieren, dieren gecombineerd met attracties, met beleving. Gewoon het hele totaalconcept. Aan tafel drie mensen van de generatie Z. René Boender heeft er onlangs een boek over geschreven. en vertelt over de generatie Z dat zij geboren zijn. ongeveer tussen 1980 en 2000. En deze generatie die zoals beschreven in het boek, heeft last van de economische crisis... maakt ook nu wat door door deze coronatijd... maar gaat ook wel heel erg vrij de wereld in. Is bezig met verandering, is bezig met de wereld goed achterlaten... is bezig met do good. Aan tafel drie studenten, drie studenten uit de generatie Z... en ik stel ze graag even nu voor. Dat zijn Merel Vermunt in het midden, Anne Leegte... en daar Janine Vermane. Anne. Ik ben Anne Leegte, ik ben 24 jaar oud... Ik woon in Amsterdam en ik studeer Tourism Management. Oké, okay, dankjewel. Nou, uh, ik ben Meryl Vermunt. Ik ben 20 jaar en ik kom uit Fijnaard. En ik studeer Communicatie, International Event, Music en Entertainment Studies. Mooi, welkom. Uh, ik ben Yannick van Manen, uh, kom uit Arnhem, uh, woon nu in Amsterdam uh, en ik heb hotelmanagement uh, gestudeerd. Ik ben 23 jaar, overigens. Cool. En Yannick, wat heeft jouw uh, corona <coughs> opgeleverd, aan de goede kant van het woord? Mm, ik heb de stad heel goed leren kennen, want ik heb eindelijk heel erg zin om gewoon die lege straten in te gaan en gewoon de stad te ontdekken zonder dat al die toeristen voor me langs lopen en dat er de, 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 de file staan voor de stoplichten. Ja. Is die mooier geworden de stad? Uh, ik zou zeggen van wel, ja. Ja, ja, ja eigenlijk ja. wel. Ja, maar. zeker. Oké. Okay. Merel? Uh, nou, ik ben vooral heel erg blij dat ik gewoon door heb kunnen werken. Ik ben zelf wel heel graag bezig. En uh, ik kon al mijn projecten gewoon door laten lopen. Dus dat vond ik zelf heel fijn. Ja, dat is, je kan gewoon lekker door blijven werken. Dat is ook handig. Anne? Ja, ik vond het heel fijn dat ik nu, uh, in plaats van dat ik alleen maar aan het rennen ben, uh, een keer tijd had om een keer stil te staan. En uh, ik ben ook bezig met afstuderen. Dus dat hielp ook heel erg. Daar, uh, daar was veel tijd voor. Um, en vooral creatief bezig zijn met hoe ga ik nu een leuk avondje organiseren met vriendinnen op anderhalve meter afstand. Ja, die anderhalve meter. Ja. Mooi, uh, dankjewel. En Frankwin, neem ons even mee. Wat is die vraag? Ja, de vraag is vooral wat we wel willen weten. Food is echt heel interessant uh, voor ons en voor, voor de wereld. Wordt steeds belangrijker ook. En wij zijn wel heel nieuwsgierig van, stel je zou een experience bouwen, helemaal gebaseerd op food. Wat is er dan voor nodig? Voor de totale doelgroep, maar vooral ook voor jullie doelgroep. Jullie zijn een ontzettend belangrijke doelgroep. Jullie zijn de toekomst, ook qua leeftijd gezien. Maar ook in de leeftijd waar je nu zit, misschien wel de moeilijkste doelgroep om te vangen. Maar als we jullie leeftijdsgenoten binnen kunnen halen, hebben we ook heel veel gasten voor de toekomst. Dus ja, dat willen we graag weten, in de breedste zin van het woord. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Dames en heren, voor zometeen hebben we dus drie pitches. Elke pitch duurt twee minuten. Daarna mag Frank Win een aantal vragen stellen. En die pitch gaat eigenlijk over het volgende: als jij een attractie zou mogen ontwerpen, hoe ziet die dan uit? En de eerste die gaat pitchen is. Anne. Nou, mijn concept heet uh, Tasting Cultures um, en uh, het concept is dat jij je helemaal waant in een andere cultuur of keuken. Um, dit zal gebeuren in een oude loods in Utrecht, omdat het goed bereikbaar is met de trein en met de auto uh, en overigens ook een studentenstad is. Um, het idee is dus dat je kraampjes hebt met allemaal verschillende gerechtjes en drankjes en men uh, gaat een app downloaden als je reserveert. Uh, via deze app kan je dus ook um, Drankjes bestellen en gerechtjes. Um, maar die heeft ook een feature waarbij je de perfecte Instagram-foto kan maken. Dus verschillende uh, filters, uh, hashtags, uh, mensen taggen. Um, het shared dining-concept is een heel erg uh, booming concept. Uh, mijn eigen vriendengroep uh, lopen we heel erg tegenaan. De ene is vegan, de ander is vegetarisch. Dus het is best wel lastig om met z'n allen een leuke plek te vinden waar we gaan eten. En dit is eigenlijk de oplossing. Uh, om het nog leuker te maken en echt de beleveniseconomie terug te laten komen. Um, worden er augmented reality uh, toegepast ook in de app. Dus dat je echt gaat kijken van nou, in welke keuken wordt dit gemaakt... en in welk land bevind ik me eigenlijk. Um, uh, als de gerechtjes en drankjes worden geserveerd... zal dit ook in traditionele kleding gebeurd uh, worden gedaan. En um, om mensen terug te willen laten komen... Um, worden er ook uh, een spaarsysteem toegevoegd aan de app... Waardoor je dus, uh, hoe gekker het gerechtje of hoe uh, ja, excentrieker het gerecht, hoe meer punten je dus uh, spaart. En uh, bij het volgende bezoek een nieuw uh, gerechtje kan proeven. Tof, dankjewel. Ja. Uh, eerste vraag. Wie is je doelgroep? Uh, mijn generatie eigenlijk. Dus uh, ja, wij vinden het heel leuk om uh, nieuwe dingen te proberen. Tenminste, mijn vriendengroep, wij vinden dat altijd heel erg leuk. Uh, en de, de variëteit, ja, dat je van alles wat kan proeven. Uh, en wij zijn ook heel erg actief op Instagram. en vinden het allemaal leuk om te laten weten met wie we zijn. Uh, hoe leuk kan de foto gemaakt worden, de kleuren. Uh, dus vandaar de Instagram feature. Um, als je gaat kijken naar de openingstijden. Hè, want het is veel, heeft veel met eten te maken. Hoe zie jij de openingstijden van, uh, van jouw experience? Nou, in het begin uh, zijn er zijn natuurlijk heel veel uh, bedrijven in de horeca die echt met tijdsloten werken. Dus ik lijk me verstandig om daar nu ook mee te beginnen. Uh, dan zou ik iets doen van 12 tot... Drie, laten we zeggen. Een beetje de brunchtijd, borreltijd. Uh, en dan een later, later tijdslot, uh, laten we zeggen vijf tot, uh, tot acht. Zoiets, ja. Waar komen jouw, waar komen jouw bezoekers vandaan? Uh, eigenlijk uit ja, uh, de hoofdsteden meer, denk ik. Omdat uh, ja, mijn vrienden, ja, ze zitten eigenlijk een beetje overal in het land. Uh, Utrecht, uh, Amsterdam vooral veel. Uh, maar ook Apeldoorn bijvoorbeeld, Zwolle. Um, maar omdat ik dacht, Utrecht is mooi een centraal punt in Nederland, goed bereikbaar. Um, dus dan is het ook makkelijker om. In een, ja, als je vrienden overal hebt zitten, dat je dan in één plek kan uh, verzamelen, eigenlijk. Ik heb een vraagje. Ja. Stel nou voor dat het op een plek is die lastig te bereiken is. Mm -hmm. Wat is dan in jouw concept een voorwaarde.? Waardoor, nou, dit maakt het zo gaaf dat je ook bereid bent om en nog een stuk in een stadsbus te zitten of uh, uh, een OV-fiets te huren. Wat, wat, wa, waar zit de trigger dan bij jou? Um, nou, eventueel wat er nog bij toegevoegd zou kunnen worden... is eventueel pendel, een pendelbus van een, ja. Ja, en dat dan ook leuk aankleden. Hè? Met, met ja, de muziek misschien of uh, leuke aankleding in de bus zelf... zodat je al een beetje meegenomen wordt in ja, de experience wat je eigenlijk gaat beleven... Dat zou mij wel triggeren om dan inderdaad nog even een stukje, 20 minuten, en een half uur met een bus te gaan. Ja, dus Zeker. op die manier verleng je het bezoek. Ja. Dames en heren, dit was de eerste pitch van Anne. Enorm bedankt. Dankjewel. En dan hebben we nu tijd voor pitch nummer 2. En deze pitch die komt bij Merel vandaan. Merel, welkom. Ja, dankjewel. Um, nou, mijn concept heet Local Foods. Uh, het is een woordspeling op local en calorie. Uh, het is een pop-up restaurant, twaalf, uh, twaalf steden in Nederland en twaalf maanden per jaar, uh, helemaal in het teken van food tourism. Nou, dat houdt in streekgerechten, streekproducten, uh, lokale markten en lokale producenten. Um, hierdoor wordt het sustainable, responsible en uh, bovenal zijn mensen ook vaak bezig met dat het er mooi uitziet voor social media, dus Instagrammable. Uh, nou, denk bij zo'n pop-up restaurant aan het pop-up theater. wat Guido Wijers heeft neergezet in juni in Den Bosch. Uh, dat waren een aantal vrachtwagens die omgetoverd konden worden in uh, meerdere zalen. Zo so, is het makkelijk vervoerbaar. Je neemt zo min mogelijk ruimte in. De, je kunt uh, veel mensen kwijt. En je kan heel makkelijk rekening houden met de coronamaatregelen. Per, pro, per provincie, uh, dus één stad. Dus denk in Brabant aan Breda of Den Bosch. En dan zei je laat aan Middelburg of Utrecht en ga zo maar door. Nou, ik heb gezien dat grote trends, waaronder ook mij uh, veel aansprekend, zijn vegan, veggie, milieubewust en is het aantrekkelijk om te delen op social media. Dus sustainable, responsible en Instagrammable. Uh, zo wordt de reclame maken ook heel makkelijk. Je, je bent daar, je deelt het op social media, iemand anders ziet het en voelt zich aangetrokken. Um, nou ja, we zijn allemaal op zoek naar. Uh, ding om te doen nu, we zitten allemaal thuis. Dus wat is er nou uh, bijzonder om naartoe te gaan dan een transformerend pop-up restaurant? Jouw eerste vraag. Ja, mijn eerste vraag: je hebt een hele duidelijke educatieve boodschap. Ga je daar buiten het feit dat je het in, als marketing en sales tool gebruikt, heb je daar ideeën over om daar nog meer mee te doen, om er daar nog meer uit te halen? Vooral mensen trekken om meer. Uh, lokale producten te halen. Ik ga zelf ook vaak aardappels halen bij de boer in plaats van in de supermarkt. En ja, gewoon mensen aanspreken om meer dat soort dingen te gaan doen. Zodat je zeker nu um, je lokale uh, winkels ook ondersteunt, zeg maar. Ja. En je hebt het over 12 locaties, lokaal food. Maar ga je bijvoorbeeld in Friesland ook het lokale food van Limburg promoten? Of is het echt heel erg streekgebonden? Uh, nou, ik dacht meer aan streekgebonden, uh, nou, dat is weer een voorbeeldje. Zo komen er bij mij de beste worstelbroodjes van Brabant, uh, komen bij mij in het dorp. En ja, dan zou ik geen worstelbroodjes serveren natuurlijk, maar er iets, um, ja, iets groters van maken, zeg maar. Dus wel die streekproducten pakken, die streekgerechten, en er dan een, een draai aan laten geven, zeg maar. Ik, uh, wil het op één locatie in Nederland hebben? Zou het werken als we zouden zeggen van we hebben één locatie, maar we hebben twaalf super gave hoeken. En per provincie promoot je eigenlijk de provincie en de streekproducten, maar dan ergens in het land. Zou dat werken op één plek? Ik denk het persoonlijk wel. Ik ga zelf graag um, ja, op Nederland, in Nederland uh, op uh, verkenning, zeg maar. Omdat ja, op een gegeven moment heb je Roosendaal en Breda wel gezien, zeg maar. en ga ik graag verder zoeken. Uh, ja, en dan wil je ook weten wat wordt daar dan gegeten. Maar als je dat dan op één plek hebt, dan kun je dat allemaal in één keer uh, ervaren, zeg maar. Duidelijk, duidelijk. Dames en heren, het is grappig dat als je stukken leest over de generatie Z, dat je dan ook te achter komt dat ze heel erg bezig zijn met inderdaad sustainable, responsible, maar ook met die lage footprint. En dus het uh, korte afstand van de boer, wat jij schetst. Uh, naar uh, de gast toe. Dat is iets wat we steken uh, vaak terug lezen en horen, ook vanuit deze generatie. Dankjewel Merel, top. Uh, en dan gaan we nu door naar de derde en laatste pitch, dames en heren. En die komt van Yannick. Dank u wel voor, uh, voor de kans om mij hier uh, mijn pitch uh, te laten doen. Uh, goed, ik ga meteen beginnen. Ik kreeg van de week kreeg ik een, uh, een bericht, een belletje van... ...hé, hey, Yannick, als jij nou uh, een food concept op moest zetten ergens in Nederland... ...welke elementen moeten daarin om jou persoonlijk en om jouw generatie aan te spreken? En ik kwam eigenlijk al in no time op drie elementen die er voor mij heel belangrijk zijn. Eén, eenvoud. Uh, ik ben persoonlijk uh, niet heel erg van de ellenlange restaurantconcepten met fair trade dit, invloeden van daar, dit is hoe wij het op deze manier doen. Uh, van mij mag het simpel, duidelijk en eigenlijk mag het hele concept in de naam al duidelijk worden. Uh, makkelijk te onthouden, makkelijk door te vertellen. Twee, nostalgie. Uh, de nieuwe generatie is Generatie Z, die is natuurlijk recentelijk volwassen geworden. En die blikt een beetje terug op de afgelopen 25 jaar, terwijl hij een traantje wegpinkt aan die kinderlijke herinneringen die hij heeft. Daar kan heel makkelijk op ingespeeld worden met allerlei elementen. Uh, en drie, uh, we hebben hem al eerder horen vallen, uh, dat is gewoon Instagrammable. Uh, alles moet uh, er mooi uitzien, er moet een mooie foto van gemaakt kunnen worden. Je moet kunnen taggen, delen, het, het internet opslingeren wanneer, uh, uh, wanneer je dat maar wil. En daarmee uh, ben ik op mijn concept gekomen en dat is de MM's Ballen Bar at Central Station. Goed, de naam die zegt het is dus inderdaad al. Het is een bar, maar een ballenbak. Uh, dus we kijken allemaal terug op die tijden dat we in de IKEA uh, ballenbak hebben gezeten. Uh, super kleurrijk. Uh, natuurlijk is MM's daaraan gebonden, want die heeft natuurlijk al die gekleurde balletjes. Op iedere bal komt het logo van MM's. Mensen gooien die rond, maken boomerangs, uh, maken foto's. De muren zitten vol met speelgoed en regenbogen, felle kleuren. Uh, net zoals bij MM. Lekker kinderlijk, lekker vrolijk. Mensen nemen die ballen mee naar huis. Dat is ook heel gewoon gratis uh, uh, reclame natuurlijk, want het logo uh, staat erop. Uh, wat op de kaart zou staan: simpele cocktails, simpele juices, dingen met fruit. Gewoon lekker kleurrijk. Uh, Simpel, maar netjes genoeg zodat het mooi op de foto kan. En waarom nou Centraal Station? Uh, natuurlijk bereikbaarheid, doorloop. Uh, en zichtbaarheid. Uh, er lopen onwijs veel mensen langs. Uh, je, je loopt er één keer langs, je ziet een naam, je ziet een ballenbak. En je denkt: is dat nou een ballenbak? Waar ik langs... Ja, dat is een ballenbak. Je onthoudt het, je vertelt het thuis aan je vrienden. En de volgende week zit je er zelf. Uh, natuurlijk, hele lage productiekosten, want het is een redelijk simpel concept. Daarmee, daardoor kan het makkelijk opgepakt worden naar het volgende Centraal Station. Daar een paar weken zitten, volgende Centraal Station. Zodat het in no time een waar begrip wordt in Nederland. Dank u wel. Jouw eerste vraag. Wie is je doelgroep? Uh, Instagrammers. Ja, zeker. Mensen die willen delen waar ze zijn. Mensen die een mooie foto uh, met een effectje erover op Instagram willen hebben. Uh, en dat kan dus een 14-jarig uh, uh, meisje zijn, maar dat kan, kan ook een uh, 35 uh, of een 50-jarige vrouw zijn die dus net uh, uh, Instagram heeft uitgevonden en dat gewoon wil delen met haar, uh, met haar vriendinnen. Wat is er voor nodig om jou uit je stoel te krijgen? Mm -hmm. wat, wat moet dat concept hebben. waardoor jij denkt: ja, echt, ik ga echt nu daarheen? Um, bereikbaarheid. Uh, dus ik zou daar zelf niet heel snel. Uh, uit mijn huis komen om daarheen te gaan. Maar je loopt er langs en je hebt toch even een kwartier voordat je volgende trein komt. En het ziet er gewoon super vet uit. Lekker meegenomen uh, om een fotootje te maken. Uh, even snel een, een cocktailtje of een sapje te drinken. Je krijgt nog een zakje MM's mee naar huis gratis. Uh, en dat doet mij wel uh, daar naar binnen lopen. Um, maar ik zou er zelf niet uh, een planning maken om erheen te gaan. Maar ik denk dat dat ook niet de, de, de opzet is voor uh, concepten die op Centraal Station zitten. Je hebt het over een kwartiertje. Wat is, wat is de gemiddelde verblijfsduur van jouw experience? Ik zou zeggen op zijn minst een kwartiertje. Dat sowieso. Uh, maar uh, inderdaad redelijk kort. Want het zijn mensen die op de doorloop zijn, op doorloop naar huis of eventjes ergens zitten. Misschien eventjes een snelle date hebben, zeg maar ergens tussendoor. Maar um, uh, kort. Dus ik zou zeggen tussen kwartier en drie kwartier. Ja. Stel je voor, um, mm -hmm. we hebben een locatie die. Uh, Drie kwartier reizen is van het Centraal Station. Ja. Dus je moet bewust daarheen. Ja. Wat maakt die foodattractie zo hot, hip en happening? Dat je denkt, oké, okay, ik ben bereid om daarheen te gaan, want dit is tof. Ja. Wat moet daar gebeuren dan? Want je gaat dan niet meer van een kwartier namen. Nee, nee, nee. Uh, er is ook uh, de meest kleurrijke ervaring, uh, restaurant erv of uh, uh, foodconcept ervaring die je ooit hebt gezien. Dus denk aan ballen aan het plafond, kleurrijke lichten overal, confetti. Je maakt er een heel feestje van, zodat elke Elke moment dat, er dat je daar zit, er iets gebeurt ergens, iets met kleur, iets met dingen die je mee naar huis krijgt, dat een ware beleving wordt. Uh, die niet alleen maar het drankje is met het zakje MM's die je ernaast hebt, uh, maar dat je uh, iedere vijf minuten foto's om je heen kan maken en dus de hele experience kan delen. Waardoor al je honderden volgers dat zien en uh, uh, daar ook heen komen. Wat ga je daar eten naast MM's? Uh, kleurrijke dingen. Denk uh, saladballs, denk uh, uh, granola-dingen met uh, 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 vruchten. Uh, vooral dingen met kleur. Daar ligt de nadruk op. Uh, en natuurlijk kan er uh, in de Stel, het wordt een avondconcept en echt een uh, dinerconcept. Uh, dan worden daar redelijk simpele dingen, uh, redelijk uh, uh, laag, uh, laagdrempelig. Dus gewoon burgers, maar dan met een roze broodje. En uh, een, een hotdog of zo, of een, een nachos. Dus gewoon de, de redelijk simpele dingen. Uh, je komt er niet voor het verfijnde eten, maar je komt er echt voor de experience die om je heen gebeurt. Heb je, ja, je, hebt, je hebt een vraag gestolen, want dat was maar ook mijn <laughs> belangrijkste vraag, van wat ga je er eten? Want ja. je hebt natuurlijk wel je basis als M&M's, maar je moet breder zijn. Er zitten heel veel fun factor in jouw, uh, in jouw experience. Geef jou, heb je ook nagedacht over een educatieve boodschap. Uh, nee, niet zozeer. Die, die zit er niet zozeer in. Het gaat echt op het uh, commerciële af. Dus het is ook een van de grootste uh, snoepbedrijven ter wereld die er iets, uh, die er iets mee doet. En uh, met dit bedrijf, uh, dus MM's. Die zitten sowieso al niet heel erg op de weg van oh, we willen sustainable, we willen fair trade. Nou, fair trade misschien wel. Uh, maar dat is hun insteek niet per se. En uh, natuurlijk is het, uh, het ballenbak-concept best wel makkelijk te paren aan uh, uh, andere uh, bedrijven. Zoals bijvoorbeeld Skittles of Jellybeans, ik, ik noem maar wat. Iets wat kleurrijk is. Uh, en mocht dat bedrijf uh, in hun core values uh, sustainable hebben, dan kan dat inderdaad eraan uh, gepast worden. Maar in het huidige concept met MM's is dat niet het geval. Stel, er is geen enkel bedrijf die zich wil binden. Ja. Maar het concept is gaaf. Ja. Is die haalbaar? Zonde? Ja, zeker weten. Ja. Ja. De Ballenbar. Ik denk dat dat, uh, dat, dat zeker een, een concept uh, kan worden. Uh, uh, dan is, het wordt het ietsjes uitdagender om uh, uh, 20 minuten van het centraal station te zitten. Uh, want ik zou hem dan nog steeds wel zo centraal mogelijk, zo zichtbaar mogelijk hebben. Het liefst zelfs dat de ballenbak uh, uitkijkt op uh, de straat, zeg maar. Dus dat je de straat doorloopt en dan al de ballenbak ziet. Want het gaat echt om uh, dat visuele. Dus je wordt visueel getriggerd. Je ziet overal kleuren en confetti en mensen die met die dingen gooien. En dat is wat je er naartoe trekt. Maar als je naar jezelf kijkt, zou jij kiezen voor een partner of zou je hem zelf pakken? Uh, ik zou hem zelf pakken, ja, zeker weten. Zeker weten. Het is een uh, redelijk uh, makkelijke uh, optie om al uh, zo'n miljardenbedrijf uh, in de hand te nemen. Uh, als MM's, want daarmee lukt het toch wel. Die hebben de grootste uh, uh, portemonnee, die kunnen er geld in pompen en promotie. Uh, en daarmee lukt het wel, zeg maar. Dus is meer uit uh, jouw handen. Uh, maar wat mij heel erg, wat ik zelf heel leuk vind, is dat die uitdaging. Dus die uitdaging om dat ook echt zelf te doen. Het is mijn idee. Uh, dus als, ik, als dat echt gaat gebeuren, dan wil ik dat het liefst ook zelf uitvoeren. Uh, ook al is dat uh, riemen met de, uh, roeien met de riemen die ik, uh, die ik heb, wat er niet heel erg veel zijn. Dankjewel. Dames en heren, we hadden drie fantastische pitches van Anne, van Merel, van Yannick. Wij gaan zometeen ons terugtrekken. De jury gaat zich beraden op de winnaar. Gaan we voor de Brand Activation MM? Gaan we voor Sustainable, Responsible, Instagrammable voor jou? Gaan we voor de mooie foodomgeving van jou, waar het gaat over eenvoud, nostalgie en ook weer Instagram? Zometeen de uitslag. Tot zo. Ik denk nou niet dat het eenvoudig is om na deze drie pitches te bedenken wie er wint. Um, maar na een kort overleg is het Frank Win en mij toch gelukt om de winnaar te kiezen. Nou ja, Frank Win en mij, eigenlijk Frank Win, de man van Building Leisure die de opdracht gaf tot deze case. Zometeen zal Frank Win aankondigen wie dan die winnaar is van deze battle. Maar belangrijk is om te weten dat de winnaar of winnares... Uitgenodigd wordt op kantoor van Frankwin om daar nog even een uur door te sparren over die pitch. Wat kunnen we hier nu uithalen en hoe gaan we het verder oppakken? Dat is de prijs en natuurlijk een prachtige bosbloemen. Maar eerst het woord aan Frankwin. Frankwin, um, wat kan jij zeggen van de drie pitches van Anne, Merel en Yannick? Dat het heel lastig is. Het zijn drie totaal verschillende pitches met andere uitgangspunten. Uh, ik denk drie pitches waar je overal wat uit kunt halen. Uh, als we kijken naar de pitch van Anne, uh, die is toch een beetje op safe gegaan. Uh, ik denk haalbaarheid uh, makkelijk, uh, wat minder uniek, maar wel helemaal gericht op de doelgroep. Dus dat vind ik, uh, vind ik ontzettend goed. En je, wat je hebt gedaan, je hebt echt een locatie gekozen. Als zijnde van hey, ik pak een locatie en ik word een landelijk evenement. Dat vond ik heel sterk aan, uh, aan jouw verhaal. Dan weer al jouw verhaal. Uh, Waar ik heel blij van word, is de educatieve boodschap. Uh, je hebt echt nagedacht van, hé, hey, hoe zit het nou met onze toekomst? Waar moeten we heen met onze toekomst? Uh, je kiest er wel voor om het op verschillende locaties te doen. Dus dat maakt het iets minder een, een experience. Maar desalniettemin, ja, die educatieve boodschap, uh, daar word je vrolijk van. Yannick, ja, wat ik bij jou uh, ontzettend mooi vond. Want ook bij een experience, daar hoort uh, buiten een educatieve boodschap en het product zelf, hoort uh, de fun-factor. Uh, nou ja, de fun-factor sprong er bij jou wel, wel heel erg uit. Uh, je hebt er ook goed over nagedacht om, 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 om een, een andere organisatie of brand te koppelen aan jouw product. Je zou hem zelfs los kunnen koppelen. Uh, dat is mooi. Uh, ik miste wel een beetje de, de educatieve boodschap daarin. Maar de fun factor die, uh, ja, die, 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 die sprong eruit. Dus dat is fijn. Dus eigenlijk heb je drie verschillende concepten. Waar je sowieso allerlei uh, punten uit kunt halen die belangrijk zijn uh, voor ons. We hebben één bos bloemen voor één winnaar. En die ene winnaar of een rest, die nodigen we uit op het kantoor van Building Leisure. Franken, naar wie loop jij zometeen met de bos bloemen? Ik loop zometeen naar de persoon toe waarvan ik denk... Dat onze toekomstige gast, want het gaat niet om ons, het gaat niet op jullie. Waar ik denk, waar onze toekomstige gast in de breedste zin van het woord, van een zesjarige tot een honderdjarige, de meeste waarde haalt. En waar die personen ook bereid zijn om die experience te gaan bezoeken. En wat mij betreft, is er dan eentje die toch net wat betere scoort heeft. En dat is meer al. Merel, de bloemen gaan naar jou. De uitnodiging om naar het kantoor van Frankwind te komen, om daarover door te bomen, die komen ook naar jou. Ja, heel erg bedankt. Ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht. Want ik kwam hier voornamelijk om uh, ja, uh, pitchen te oefenen, want dat vind ik verschrikkelijk eng. En ik vind het echt heel gaaf dat, uh, yeah, dat ik het geworden ben, zeg maar. Meer dan terecht gewonnen. Uh, we nodigen jou graag uit, zoals gezegd. Dan kan je in een ontspannen omgeving jouw pitch toelichten zonder camera's en uh, felle lampen. Uh, dit was de eerste reverse college tour. We hebben genoten van de enthousiasme van de uh, uh, drie pitches. Dank aan jou, Frank Win. Live hebben we dit gedraaid vanuit het uh, Company Theater... verbonden aan Amapodia. Tot de volgende dag.